Breda Nu. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Loeihard, Vrij Projecten en Goed Zooi. Welkom bij de grande finale van Mike's Mini Pubquiz. Wat heb ik er zin in? Eindelijk is het zover. De grote finale. Hier staan ze. Nummers 1 en 2. Maar ja, wie heeft welke rol? Dat gaan we zien aan het eind van deze aflevering. Bloedstollend spannend wordt het. We hebben hier Robin Kop. We weten al een aantal dingen over jou. Wat weten we nog niet over jou? Nou, het is bijna carnaval, hè? Het is bijna carnaval. Ja, hoe ga ik carnaval vieren? Nou, eigenlijk niet, want mijn vrouw is hoogzwanger. Dus ik denk dat ik dicht bij huis blijf deze carnaval. Het wordt jouw tweede. Het wordt mijn tweede, inderdaad, ja. Ja, maar net zo leuk, denk ik. Die weg ernaartoe, of niet? Ja hoor, zeker. Leuk. En aan deze kant hebben we Paul. Heb je er ook een beetje zin in? Jazeker. Ruik je de overwinning al? Nou, ja, dat wordt wel spannend. Wordt wel spannend, hè? Ik heb Robin gezien in de vorige aflevering. Ja? En dat wordt wel een... Dat wordt wel een strijd, denk ik. Ja, hij weet best wel veel. Hij weet veel. Ja, hij weet maar veel. Jij weet ook veel, Paul. Nou ja, ja. We gaan het zien. We gaan het zien. Ja, jullie hebben weer een geluidje onder jullie knop. Ram eens even op de knop, Robin. Ja. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ja, de kerstmis is al geweest, ja. Hè. En Paul. Tok, tok. Wat is het voor geluid? Tok, tok. Oh, tok, tok. Gewoon de kip, nou, maar dan leuk geluid, leuk geluid. Ja. We spelen weer gewoon 3 rondes. En daarna spelen jullie allebei de finale. Elke vraag krijgen jullie weer 2 ballen. En zo gaan jullie zijn het wel gewend, hè? Jazeker. Vaste plek, vaste plek. We gaan beginnen met ronde 1. Ja, de fotoronde. Jullie krijgen weer 6 foto's te zien. En de vraag is bij elke foto hetzelfde. En deze keer is dat, hoe heten deze broers en zussen? Die broers en zussen, We willen allebei de voornamen weten en dan de achternaam. Hier is het eerste duo. Robin was eerst. Frank en Ronald de Boer. Frank en Ronald de Boer. 2 puntjes. Weer even makkelijk om in te komen. We gaan naar de volgende. Wie zijn deze 2 zussen? Robin. Birgit en Katja Schuurman. Birgit en Katja Schuurman. Kijk eens aan. Hij gaat lekker. De volgende vraag. Wie zijn dit? Paul. Kate en Pippa Middleton. Kate en Pippa Middleton. Goed geantwoord. Kijk eens aan. We gaan naar de volgende broers. Wie zijn dit? Robin? Carlo en Ron Bossard. Carlo en Ron Bossard. Ze zijn wel daar al iets jonger, ze zijn nu wat ouder geworden. Ja, oude foto. Ja, heb jij broers of zussen? Ja, ik heb een zus, een oudere zus. Oudere zus. Ja. Goeie band met je zus? Uitstekend, ja. Ja? Jij, Paul? Ja, ik heb ook een broertje en een zusje. Oh, nou, een lekker drukke boel bij jullie thuis. Ja, zeker. Zeker. En goede band ook? Ja, zeker goede band. Ja, oké. Okay. We gaan naar de volgende. De zussen. Deze weten de mannen niet. Zal ik het zeggen, jongens? Ja. We zien Duitse Kroes en haar zus is Rens Kroes. Ouwe. Duitse en Rens Kroes. We gaan naar de laatste fotovraag. Hier komt hij. Robin. Venus en Serena Williams. Venus en Serena Williams. De tennisters. Nou, dat ging lekker, toch? Ja. Ik zie Paul nog wel wat bowlingballen in de bak. Ja, precies. Dat kan nog wel wat meer worden, hè? Zeker. Het is de finale, hè? Dus je moet aan de bak, hè? Hier komt niks meer, hè? Wat zeg je? Hierna komt niks meer, nee, dus je moet nu, je moet nu gaan strijden. Nee, ik moet het nu zien te winnen. We gaan naar de meerkeuzeronde. De meerkeuzeronde, ja, voor jullie natuurlijk bekend terrein. Je krijgt een vraag, horen 4 antwoordmogelijkheden bij. Welke is de juiste? En ik heb ze gezien, ze zijn pittig. Maar ja, het is tenslotte de finale. Dus jullie moeten wel. Daar gaan we. Vraag nummer 1. Wat is de meest gedownloade app aller tijden? Is het A, Instagram, B, WhatsApp, C, Facebook of D, Candy Crush? Top. Paul. WhatsApp. WhatsApp? Nee, zou je denken. Had ik ook gedacht, maar het is hem niet. Misschien wel Candy Crush. Candy Crush is ook fout, Robin. Het was Facebook, anders C. Facebook. De meest gedownloade app aller tijden. Ze hebben onderzoek gedaan en dat is hem. We gaan, ja, moeilijk, hè? WhatsApp zou het wel... Welke app gebruik jij vaak, Paul? Ja, WhatsApp. WhatsApp? Zijn er andere apps? Facebook ook. Facebook. Instagram dan bijvoorbeeld weer niet. Oh. Geen Tinder? Nee, geen Tinder. Geen Tinder. Robin? Dat vraag je mij toch? Nee, zeker niet. Nee, geen Tinder, maar andere apps. Ik weet dat je een vrouw hebt. En, Untapped, de bierproevers app. Oh, de bierproevers app. Ja. Oh ja, dus jij bent wel van de biertjes. Ja, dat is echt leuk. Het allerlekste biertje wat we moeten proeven? Ja, dat is toch de Rochefort 8, denk ik. Oké, okay, ik heb er geen verstand van. Nou, dus onthoud ja, die dan. Als sla je me dood. Ik ga hem onthouden. De volgende vraag. Waar ben je bang voor als je last hebt van brontofobie? Ben je daar bang voor insecten, voor naalden, voor onweer of voor slangen?
Brontofobie. Ja, het wordt jullie niet makkelijk gemaakt in deze finale. Robin? Ik weet het echt niet, maar insecten. Insecten, nee. Daar is entomofobie. Paul, je mag nog een keertje gokken. Brontofobie, ik zou zeggen C. Onweer, dat is helemaal juist. Onweer. Ben je bang voor onweer? Nee. Maar ik wist ook niet dat het brontofobie was. Vraag nummer 3. Wie is er geen mol geweest in het tv-programma Wie is de Mol? A. Jan Versteeg. B. Yvonne Jaspers. C. Dennis Wening. Of D. Jochem van Gelder. Wie is er geen mol geweest in het programma? Paul? Ik zou zeggen A. Jan Versteeg was het in 2018. Robin? Jochem van Gelder. Jochem, dat is juist. Nou, dat is mooi. Je kijkt het niet, toch ik wel? Ik kijk er nooit naar. Nee, het is echt een mooi programma. Ik vind het echt leuk. Ik zijn allebei geen Wie's de Mol kijken. Nee. Jammer, het is echt een leuk programma. Vanaf volgend jaar dan. Volgend jaar, kijken. Vraag nummer 4. Welk dier is de oorzaak van de meeste stroomstoringen in de Verenigde Staten? Is dat de wasbeer, de bever, de eekhoorn of de rat? Robin? De wasbeer. De wasbeer is helaas fout. Paul, jij mag nog een gokje wagen. Dan zou ik zeggen de eekhoorn. Ja, dat is goed. Want die knagen al die kabels door. Ja. En dan komen de kortsluitingen. Het is echt, schijnbaar echt een heel groot probleem daar, de eekhoorns. Zoek maar op internet. De volgende vraag. Vraag nummer 5. Welk gebouw is het hoogste? Is het hoogste? Toren van Pisa, antwoord A. Het Vrijheidsbeeld, antwoord B. Is het de Euromast hier in Nederland? Of is het toch de Big Ben? Welk gebouw is het hoogst? Top. Paul? Toren van Pisa. Toren van Pisa. Nee. Dan is het de Big Ben. Ook niet. Nee. De laagste van deze 4 is de Toren van Pisa. Die is 58 meter hoog. Daarna komt het Vrijheidsbeeld. Die is inclusief sokkel 93 meter. Big Ben is 3 meter hoger, 96. En de Euromast is echt 185 meter. Okay. Die is het hoogste. Ja, pittige vraag. Ja. Paul heeft 6 punten. Robin heeft 10 punten. En met die stand gaan we door naar ronde 3. Ja, en het is weer tijd voor de muziekronde. We gaan weer lekkere nummers laten horen. Aan jullie de vraag, wat is de titel en de artiest? Het eerste plaatje. Ja? Total Touch. Met? Baby Kiss Me. Nee. Touch Me There. Total Touch. Ja, er zat een treintje Oosterhuis in, hè? Ja. In die band. Ja. Oosterhuis. We gaan naar de volgende opgave. Hier is vraag nummer 2 van de muziekronde. Ja, Paul? Share met Believe. Goed, zo snel, Paul. Ja. Je zit er lekker in. Moet ik mijn punt inhalen? Ja. Misschien weet je deze ook wel. Vraag nummer 3. Ja? Dit is Dancing in the Moonlight. Van? Toploader. Nou, lekker. We gaan naar een leuk onderdeel, vind ik zelf. Voor de laatste keer in deze finale. We gaan namelijk naar de liedjes in een ander jasje. Ja, jullie weten wat je moet doen. Alleen de titel is voldoende. We gaan luisteren weer naar een lekkere brass band. Komt-ie. Ja, hoor je hem? Ja, dat is Taylor Swift met Shake It Off. Shake It Off, goed zo. En de artiest er ook nog eens bij. Kijk eens, weer twee ballen in de vaas. We gaan naar de laatste vraag van deze muziekronde. Komt-ie. Hij is heel vertraagd. Robin? Sex on Fire? Sex on Fire. Netjes. Kijk eens aan, een volle vaas. Spannend. Of ja, of niet spannend, nou, Paul? Ik wou net zeggen. 8 punten voor Paul, 18 punten voor Robin. En met deze score spelen die zo meteen allebei nog een finale. Gezellig. Ja, dan sta je weer in de finale. Hoe voelt het? Ja, spannend. Je raakt ben er wel benieuwd. Een beetje aan gewend, denk ik. Kijken of ik hem nog kan inhalen. Ja, het kan van alles gebeuren, Paul. Ja, precies. Je hebt er nu toe 18 punten in zijn totaliteit. Dus probeer er even nog wat puntjes bij te sprokkelen. Ik ga er wat proberen. Je krijgt nu 2 punten per juist antwoord. Oké, nou, dat is 60 mooi. 60 seconden de tijd. Jouw beginletter is de letter T. Okay. Jouw tijd gaat nu in. Welk Italiaans nagerecht betekent letterlijk trek me omhoog?
Tartufo? Nee, tiramisu. Welke berichtendienst heeft een blauw vogeltje als logo? Twitter. Ja. In welke serie draait onder andere om de families Forrester en Logan? Pas. De Bold en de Beautiful. Hoe wordt de afslagplaats bij golf genoemd? T. Ja. Welk fictief figuur is onlosmakelijk verbonden aan Jane? Tarzan. Ja. Wat is het beroep van Henk Schiffmacher? Tatoeëerder. Ja. In welk tv-programma gaan koppels de ultieme relatietest aan voor verleiding? Temptation Island. Ja. Welke mondharmonica-speler maakt de muziek voor onder andere Baantje en Turks Fruit? Toets Tielemans. Ja. Op welke Amerikaanse feestdag zat een kalkoen op het menu? Thanksgiving. Ja. Welke popgroep zong Robbie Williams van 1990 tot 1995? Pas. Take That. Welke acteur speelde de hoofdrol in Forrest Gump? Pas. Tom Hanks. Hoe wordt een vrouwtjeshond genoemd? Dave. Ja. Wat is de hoofdstad van Japan? Tokio. Ja. In welk programma was Spittige Tijden een persiflage op GTS te zien? Tele Kids. Ja. Welk vervoersmiddel heeft in Nederland en je tijd is om? We gaan nog niet verklappen wat je score is. Okay. We gaan nu eerst naar Robin. Ja, Robin, jij hebt in totaal tot nu toe 44 punten behaald. Ik denk dat jij wel relaxed staat. Nou, toch niet helemaal, hoor. Toch niet helemaal? Je weet nooit wat er kan gebeuren. Het kan van alles nog gebeuren. Je houdt het spannend. Hé, je weet wat je te doen staat. Ja. 60 seconden de tijd. 2 punten per juist antwoord. Jouw beginletter is de letter M van Mike. We gaan beginnen. Jouw tijd gaat nu in. Wat is de naam van de kasteeleigenaar die bekend staat om zijn wijnen? Meiland. Hoe heet je met zijn voornaam? Maarten. Martin, fout. Hoe heet het punt dat een tenniswedstrijd kan beslissen? Matchpoint. Ja. Welk Gronings bouwwerk heeft als bijnaam de Olle Riezen? Martini-toren. Ja. Hoe heet het vark uit de Muppet Show? Miss Piggy. Ja. Wat is de hoofdstad van Spanje? Madrid. Welk personage is een Italiaanse loodgieter die Prinses Peach wil redden? Mario. Ja. In welke fictieve plaats speelt GTS deze af? Weet ik niet. Meerdijk. Welk speelstuk kan bij Stratego als enige de bom uitschakelen? Mineur. Ja. Wie had hits met onder andere Grace Kelly en Relax tegen Dizzy? Mika. Ja. Aan wie geef je spreekwoordelijk de pijp als je iets opgeeft? Maarten. Ja. Wat voor dier is Geronimo Stilton? Een muis. Ja. Voor welke saus zijn de basisingrediënten eidooiers en olie? Mayonaise. Ja. Uit welk Brabants dorp kwamen de hangjongeren uit New Kids? Maaskantje. Wie schreef het boek Max Havelaar? Multatuli. Ja. Welk politiek leider hield de toespraak I Have a Dream? Martin Luther King. Was nog net binnen de tijd. Rekenen goed. We gaan naar de uitslag. Het is tijd voor de uitslag van de grote finale van Mike's Mini Pubquiz. Ik heb het hier in mijn hand. Paul, je had 18 punten. In die finale heb je daar 20 punten bij gesprokkeld. Maakt 38 punten. Maar is dat voldoende? Jij begon met 44 punten plus 26 is 70 punten in totaal, Robin. Maar we gaan eerst even natuurlijk jou als tweede speler. Nou, dankjewel. Een prijsje handen. Kijk eens, alsjeblieft. Een gympakket. Hoe voelt het om tweede te zijn? Nou ja, het is toch de tweede plek, dus ik heb het wel goed gedaan. Goed gedaan. Je had het niet verwacht van tevoren, of wel? Nee, ik had het niet verwacht van tevoren. Nee. En de grote winnaar van de eerste editie van Mike's Mini Pubquiz is geworden Robin Kop. Kijk eens aan, alsjeblieft. Dankjewel, Mike. Je hebt hem. Dankjewel. Hoe voelt het? Ja, heel erg goed. Ik ben heel trots. Ja? Ja. Oké, nou superleuk. Je was echt een leuke kandidaat. Ja, Paul ook trouwens, hoor. Wil je iemand bedanken? Afscheidsspeech? Ja, iedereen die me altijd gesteund heeft. Ja. En jou natuurlijk als quizmaster. Nou, graag gedaan. Ik hoop dat iedereen het leuk vond. U thuis ook. Wil je nou volgend seizoen meedoen? Stuur een mail naar pubquiz@bredenu.nl. En wie weet sta je hier volgend seizoen ook met zo'n mooie beker in je hand. Kijk eens, hij straalt helemaal. Ik wil u weer bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer bij Mike's Mini Pubquiz. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Loeihard, Vrijprojecten en Goedzooi. Breda Nu.